Welkom bij de examentraining Natuurkunde over modelleren. In deze examentraining kijken we naar het domein modelleren, maar dat zijn eigenlijk meerdere domeinen die in de syllabus voorkomen. Het is een vaardigheid. Dus ik zal eerst met je kijken naar welke domeinen in de syllabus van belang zijn. Er is ook een domein dat heet natuurwetten en modellen. En het modelleren waar we het in deze examentraining over gaan hebben, heeft daarmee te maken, maar net niet helemaal. Dus wat zijn nou de verschillen? Dan geef ik een samenvatting over modelleren, ofwel numeriek modelleren. Welke vragen kun je verwachten die over modelleren gaan? En tot slot heb ik dan een voorbeeldopgave. Nou, welk domein in de syllabus heeft nou te maken met de vaardigheid modelleren? Die zie je, dat vind je in examenblad.nl. Dat is de syllabus vind je daar en in die syllabus worden de verschillende domeinen beschreven. Ten eerste komt het terug als vaardigheid in het domein A. En dan wel subdomein A7. Dan komt het ook nog terug in het domein trillingen en golven, domein B, als het verband tussen de natuurkundige voorwaarden van een harmonische trilling en de wiskundige beschrijving daarvan. Je moet dus een model kunnen opstellen van bijvoorbeeld een massa aan een veer, om zo aan te tonen dat er een oscillatie ontstaat, een trilling. Het komt ook terug in kracht en beweging, C1. Dan gaat het om het analyseren van bewegingen. En het komt terug in domein C3, gravitatie. En dan gaat het juist om de beweging van hemellichamen. Dat lijkt natuurlijk heel erg op dat vorige domein. En zoals ik al zei, het komt terug in domein H, natuurwetten en modellen. Nou, wat is nou het verschil met natuurwetten en modellen en numeriek modelleren? Bij een numeriek model gaat het voornamelijk om het berekenen van, op basis van vergelijkingen hoe grootheden in de tijd veranderen. Dus zo'n model berekent de grootheden in de tijd. Bijvoorbeeld positie als functie van de tijd. En bij een natuurwet of model, dat is wat algemener, dan gaat het om een fundamentele natuurkundige beschrijving van de natuur. Ook wel een theorie. En je kunt bijvoorbeeld denken aan het atoommodel van Bohr. Nou, er is wel iets hetzelfde tussen die twee dingen, zo'n numeriek model en een natuurwet of model. En dat is dat in beide gaat het om een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Ook bij een theorie is dat zo. Hè. Een natuurkundige theorie is het beste model dat we hebben voor een bepaald stukje natuur. Maar in principe gaat het om een vereenvoudiging en is te verwachten dat in de toekomst er nog een beter model komt, een betere theorie. Ik zal nu een samenvatting geven van wat modelleren eigenlijk is. En ik doe dat eerst kwalitatief, zodat je weet waar het over gaat. En dan loop ik nog even met je de stappen door wat er nu eigenlijk aan de hand is. Nou, om je voor te stellen wat het probleem is bij modelleren, heb ik het volgende bedacht. Stel je voor, je hebt een of ander voorwerp met de massa M. En je wil weten hoe dat voorwerp onder invloed van twee krachten, F1 en F2 hier, gaat bewegen. Nou, los van modelleren heb je geleerd dat als er twee krachten op zo'n voorwerp werken, dan kun je daar de resulterende kracht bepalen door de kop-staart-methode. En die resulterende kracht, dat is eigenlijk de netto-kracht op het voorwerp. Dus deze massa M ondervindt een resulterende kracht hier naar rechts. Nou heb je ook geleerd de tweede wet van Newton. Als er een resulterende kracht op een voorwerp werkt, dan ondervindt dat voorwerp een versnelling. En die versnelling kun je dan hier met de tweede wet van Newton uitrekenen als Fres gedeeld door A. Sorry, als Fres gedeeld door M. Ja, en als iets een versnelling heeft, dan heb je geleerd dat de snelheid daarmee verandert. Want versnelling is verandering van snelheid delen door verandering van tijd. Dus de verandering van de snelheid is die versnelling keer die tijdstap. En je hebt ook geleerd dat als iets een snelheid heeft of krijgt, dat dan zijn positie verandert. En daar heb je deze formule voor geleerd. V is delta x gedeeld door delta t. Dus delta x, hè, dat is de verplaatsing, is de snelheid van het voorwerp keer de tijdstap. Nou, dat kunnen we toepassen hier op deze massa. We weten nu de kracht, we weten de massa. Dus laten we aannemen even dat er een of andere beginsnelheid is. Dit voorwerp beweegt met een bepaalde snelheid omhoog. Dat heb ik hier met een vectorpijltje weergegeven. Dus die snelheid omhoog betekent dat die een tijdstapje later bevindt dat voorwerp zich hierboven. Maar we weten ook dat door die resulterende kracht er een verandering is van die snelheid. Dat heb ik hier weergegeven. Dus dat voorwerp beweegt omhoog. Die snelheid houdt hij. Maar hij krijgt ook een snelheid die kant op.
En dat betekent dus dat hij een tijdje later, gebruik ik weer de kopstartmethode, dat hij een tijdje later een snelheid krijgt in deze richting. Dus die snelheid is veranderd. Dat komt dus door die resulterende kracht. En als een voorwerp een andere snelheid krijgt, die richting is wat veranderd, de grootte is ook wat veranderd, dan is een tijdje later bevindt het voorwerp zich hier. En dan kun je het dus weer gaan herhalen. Nou, dit kun je natuurlijk doen met natuurkunde en wiskunde, met vergelijkingen kun je dat helemaal oplossen vaak. Vaak ook niet, en dan heb je een computer nodig. En dan zijn dit eigenlijk de stapjes die je neemt. Dus wat hebben we nou gezien? Wat is dan de aanpak van zo'n numeriek model? Je hebt een aantal beginwaarden, bijvoorbeeld constante variabelen zoals plaats en snelheid. Je hebt modelvergelijkingen die je vertellen hoe die variabelen in de tijd veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de tweede wet van Newton, maar ook aan A is delta V gedeeld door delta T. En dan rekent de computer per tijdstap steeds nieuwe waarden uit. Ik heb dat net in mijn voorbeeldje voorgedaan. Dan neemt de tijd toe, hè, bijvoorbeeld 0,01 seconde, en dan herhaalt het zich. Dan doe je nog een keer de berekening, je hebt een nieuwe positie, je hebt een nieuwe kracht daar, dan heb je een nieuwe versnelling, een nieuwe verandering van de snelheid, een nieuwe positie. Je moet natuurlijk wel een geschikte stopconditie hebben. Je wil niet dat de computer maar door en door en door rekent. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik gooi iets omhoog en ik wil dat het op de grond valt. Dus als de hoogte kleiner of gelijk aan nul is, dan stopt mijn berekening. Nou, op het examen kun je een tekstmodel of een grafisch model gebruiken. Je hebt twee manieren daarvoor. Je bent misschien gewend aan of een tekst of een grafisch model, maar op het examen krijg je ze allebei en je mag zelf kiezen welke je gebruikt. Nou, nog een paar dingen die belangrijk zijn om te weten. Die beginwaarden worden ook wel beginvoorwaarden genoemd. Dus dat zijn die constanten en variabelen. Die toename van de tijdstap, dat wordt ook wel de stapgrootte genoemd. In dit voorbeeld is dat de tijd die toeneemt, maar je zou ook modellen kunnen hebben waarbij je een andere grootheid in laat toenemen tussen twee berekeningen. Maar dat heet dus de stapgrootte. En het feit dat die berekening zich herhaalt, dat betekent dus dat het met andere woorden, een iteratief proces is. Die termen zijn belangrijk om te kennen. Die staan benoemd in domein H. Nou, wat voor soort vragen kun je nou verwachten over zo'n computermodel? Op het examen krijg je geen computer, je krijgt vragen over zo'n model. En er zijn een paar standaardvragen die je kunt krijgen. Ten eerste kun je gevraagd worden een modelregel aan te vullen. Dus een deel is weggelaten, jij moet hem aanvullen. Het kan ook zijn dat er startwaarden zijn die je moet invullen. Je moet bedenken welke startwaarde is hier geschikt of hoe moet dat veranderd worden, zo'n startwaarde. Een voorwaarde voor een stopconditie. Zo'n voorwaarde bijvoorbeeld, als dit dan dat eind als, dat ziet er zo uit. Je hoeft overigens niet die code te kennen. Het gaat erom dat je in woorden moet kunnen uitleggen onder welke voorwaarde iets stopt. En het zou ook kunnen dat je bij een modelregel moet uitleggen wat er natuurkundig gezien gebeurt. Nou, laten we eens kijken naar een voorbeeld. Dit komt uit het examen van 2018, het eerste tijdvak en de opgave heette uitrijden van een auto. Je ziet, dit was het model dat je daar kreeg. Links het tekstmodel, rechts het grafisch model. Dit is de vraag erbij. Dan was er een grafiek bij. En in dat diagram waren twee grafieken, moet ik zeggen. De ene grafiek was gemeten hoe een auto uitrolt als het gaspedaal los wordt gelaten. En de andere grafiek is het resultaat van dit computermodel. Dus dit model gaat over een auto die uitrolt als je het gas loslaat, de koppeling loslaat. De motor is dan losgekoppeld van de wielen. Hij rolt uit. Stop nu even de video en lees de vraag. Probeer de vraag zelf te beantwoorden met de tips die ik heb gegeven in de algemene training. Het is handig om eerst wat dingen aan te strepen die van belang zijn. De vraag gaat over K en F rol. Die heb ik hier gemarkeerd. Dan gaat het om een luchtweerstandskracht. Die zie je hier staan. En die F rol komt daar terug. Dus die K komt terug in de luchtweerstandskracht en die F rol die komt gewoon terug als formule in het berekenen van de resulterende kracht. Je moet dus uitleggen of de startwaarde van K groter of kleiner moet worden gekozen en de startwaarde van F-rol idem dito. Nou, zie je al in het model waar ze terugkomen. Wat is er nou aan de hand in de grafiek? Je ziet dat als de snelheid laag is,
als de tijd laag is, hè, dus je bent nog maar net aan het uitrollen, dan is de snelheid hoog. We hebben een hoge snelheid. Dan kijk je naar de modelregels en dan zie je dat de luchtweerstandskracht afhangt van V kwadraat. Ja, als de snelheid hoog is, dan is V kwadraat natuurlijk groot. Die F-rol is een constante. En je kan verwachten dat als de snelheid dus hoog is in het begin, dat vooral die luchtweerstandskracht een rol speelt. Dus als V groot is, dan is het effect van K het grootst. Als die auto dan bijna tot stilstand is gekomen, dan is de snelheid heel laag. Dan is de V dus laag, dan is de luchtweerstandskracht laag, dan doet die K doet niet zoveel meer. Waarom komt die auto dan tot stilstand? Dat is door de rolweerstandskracht. Dus als V klein is, dan is het effect van F rol juist het grootst. Dat moet je hier eerst uit elkaar zien te houden. En dan moet je beslissen, moet die K groter of kleiner worden? Als je goed naar de grafiek kijkt, dan zie je dat in het begin, bij lage tijd, bij hoge snelheid, de auto in het model te snel afremt. Dus conclusie, die K die moet kleiner en die F-rol moet juist groter. Want aan het eind, als de auto bijna tot stilstand is gekomen, dan zie je dat in het model duurt het dan heel lang voordat hij echt tot stilstand komt. Dus hij wordt bijna niet meer afgeremd of te weinig. En in het gemeten grafiek, dan zie je dat hij sneller afremt. Dus F-rol was eigenlijk te klein in het model, die moet dus groter worden. Waar krijg je nou punten voor? Je krijgt 1 punt voor het inzicht dat als de snelheid groot is, dat het effect van K het grootst is. Je krijgt een punt voor hetzelfde, maar dan voor F-rol. Hè? Dus dat V klein is, dan is het effect van F-rol het grootst. En dan krijg je nog een punt voor de juiste conclusie voor K en een juiste conclusie voor F-rol. Je ziet dus hier ook weer aan dat het helpt om je antwoord te structureren, goed te kijken naar de vraag en het stap voor stap systematisch uit te werken. Oké, laten we nou kijken naar nog een vraag. Die gaat over hetzelfde examen, dus ik heb hier hetzelfde model staan. Hier een nieuwe vraag. Stop dan weer de video en probeer deze vraag eerst zelf te beantwoorden. Streep eerst eens even aan wat er belangrijk is in de vraag. Je ziet, het gaat over uitrijafstand en er staat als voorwaarde stopt als de uitrijafstand bereikt is. En dan moet je modelregels toevoegen en je moet ook stopwaarden toevoegen. Nou, bedenk nou eerst dat de uitrijafstand, dat we het hebben over verplaatsing. Schrijf daar een formule voor op. X is x plus dx, dat is de standaard notatie voor in zo'n model. En dx is v keer dt. Hoe moet je daar nou op komen? Nou, een snelheid wil zeggen dat de verplaatsing verandert in een bepaalde tijd. Dus s is v keer t, lees je hier eigenlijk in. En als je dit in woorden weet goed uit te leggen, dan werkt dat ook. Maar wat belangrijk is, is dat de computer die rekent per tijdstap de extra verplaatsing uit. We willen de totale uitrijafstand weten, dus je moet dat wel optellen bij de afstand die al was bereikt. Ja, wanneer stop je nou? Je hebt een uitrijafstand bereikt als je tot stilstand bent gekomen. Dus als de snelheid 0 is. En let op, dit is een model. Je kunt wel zeggen van de snelheid moet 0 zijn, maar ik heb uitgelegd dat de computer rekent voor een bepaalde tijd alles uit en dan laat je de tijd toenemen met een bepaalde tijdstap. Dus je mist allemaal tussenstapjes eigenlijk. Dat betekent dat de snelheid niet echt precies 0 hoeft te worden. Het kan zijn dat in de ene tijdstap de snelheid bijna 0 is en in de volgende tijdstap onder 0 is. En dan mis je dus de voorwaarde is 0. Dus hoe schrijf je dat op? Stop als de snelheid kleiner of gelijk aan 0 is. Dan is er in domein H ook nog iets over soorten modellen dat je moet weten. Dat is wat theoretischer zou je kunnen zeggen. Dat komt dus terug in domein H, natuurwetten en modellen. Er zijn 2 soorten modellen. Ten eerste orde modellen, waarbij je het bijvoorbeeld hebt over verval en groei. Wat is nou een eerste orde model? Dan heb je 1 dynamische grootheid met 1 vergelijking die zegt hoe die grootheid verandert. En een voorbeeld daarvan is radioactief verval. Het aantal kernen dat vervalt, dn, in een bepaalde tijdstap, is min a keer dt. Dat is niets minder dan de formule of definitie van activiteit. A is de activiteit. En in BINAS vind je ook een formule voor activiteit en daar staat dan dat de activiteit evenredig is met het aantal moederkernen, het aantal radioactieve kernen. Ik heb niet de hele formule hier opgeschreven, maar die vind je in je BINAS. Dit is eerste orde.
Er is één grootheid, het aantal deeltjes, dat gaat veranderen. En er is één vergelijking die zegt hoe die aantallen deeltjes gaan veranderen. En die hangt dan wel weer af van het aantal deeltjes dat je had. Dat maakt het in dit geval exponentieel. Dan heb je tweede orde systemen. Bijvoorbeeld oscillaties en bewegingen, zoals we net hebben bekeken voor die auto die uitrolt. Dan heb je twee dynamische grootheden en die zijn gekoppeld. Bijvoorbeeld bij bewegen, je hebt een snelheid, daar heb je een vergelijking voor. Dv is a keer dt. Met die versnelling wordt gegeven door de resulterende kracht. En je hebt dan de verplaatsing eigenlijk, dus de verandering van plaats, positie, dat is dx is v keer dt. Je ziet dat ze gekoppeld zijn, omdat die v volgt uit de vorige stap eigenlijk, uit dat de snelheid verandert. Ik heb niet alle modelregels hier opgeschreven, maar je ziet dat de snelheid weer terugkomt bij het berekenen van de positie. Nou, nog wat tips tot slot. Soms missen er startwaarden, maar er is er nooit eentje te veel. Dus alle startwaarden die in je model in dit examen worden gegeven, die moet je ook gebruiken. Alles wat wordt uitgerekend in je model heeft een doel. Dus probeer te begrijpen wat daar gebeurt. Let op de positieve en negatieve richting in je model. Meestal wordt gekozen voor omhoog positief en naar beneden negatief. Dus zorg dat als je een modelregel moet aanvullen, dat je rekening houdt met de plusjes en de minnetjes. En de modelvergelijkingen van het grafisch model, die vind je in het tekstmodel. Ik heb net gezegd, je mag kiezen of je het tekstmodel gebruikt of het grafisch model. Maar er is dus één uitzondering. In dat grafisch model ontbreken de vergelijkingen. Die zie je niet zomaar staan. Nou, nog even terug naar die auto. Hoe ziet dat eruit? Je hebt hier bijvoorbeeld in je grafisch model twee variabelen. F-rol en F-lucht. Ja, als je puur en alleen naar dit plaatje kijkt, dat grafisch model, dan zeg je niks waar die grootheden van afhangen. Die vind je dan in het model. Namelijk dat F-lucht is k keer v kwadraat en F-rol is 76 in dit geval. Dus je moet op die manier puzzelen en kijken in het tekstmodel wat voor vergelijkingen je in het grafisch model gebruikt. Dit was de examentraining modelleren. Ik hoop dat je er wat van geleerd hebt en ik hoop dat die geslaagd was. Nog een laatste tip. Geef je docent nakijken en heel veel succes op je examen.